Het Taalakkoord is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, maatschappelijke organisaties en werkgevers om laaggeletterdheid via de werkvloer aan te pakken. Eigenhart doet mee in de organisatie voor deze taalpartnersbijeenkomst, omdat er nog heel veel laaggeletterden in Nederland zijn. Dus stel je zegt, neem dit mee of vul het formulier in straks als je thuis bent. Of je stuurt een brief en je komt en mensen hebben geen idee. Geen idee waar je het over hebt of waarom je daar überhaupt bent. Onze huurders lopen er tegenaan dat bepaalde brieven en nieuwsbrieven voor hun niet begrijpelijk zijn. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Nou, we hebben drie pijlers waaraan we werken samen met deze partijen. En dat is één, het creëren van meer bewustwording. Dat iedereen weet dat laaggeletterdheid een thema is en dat er heel veel mensen zijn die daarmee te maken hebben. Twee is het aanpassen van de communicatie. Dus zorgen dat de communicatie zo opgesteld is dat laaggeletterden dat ook kunnen begrijpen. En het derde is taalscholing van medewerkers, zodat ze de taal beter spreken. Weet je, de mensen die getraind zijn, die geven dan hun kennis weer door aan andere medewerkers. Je hoort heel vaak dat de lijntjes korter worden, maar er is veel meer begrip, laat ik het zo zeggen. Verbinding en begrip is voor mij ook een van de belangrijkste. En het is gewoon goed om te zien dat er zoveel mensen met de aanpak van laaggeletterdheid bezig zijn.